Hartelijk welkom. Je kijkt weer naar Moskou, het wekelijks webprogramma op het gebied van tech, CE, gadgets van fastmovingtargets.nl en tegenwoordig ook onze mediapartner Stuf Nederland. Dit is aflevering 27. In de uitzending hebben we als gast Erwin Blom. Goeiedag. Kickstarter aficionado. Ik kunnen een soort Kickstarter programma maken. Zo. Elke keer dingen die binnenkomen van Kickstarter. En dan, Wat als we dan mensen nog weer laten mee investeren in nieuwe producten? Ja. Nou ja, om gelijk maar te spreken over Kickstarter. We hebben hem binnen. De Wakka Wakka. En deze heet de Wakka Wakka Power, heet hij volgens mij, toch? Power Plus, zie ik zelf staan. Ah, oké, ja, klopt. Waar de plus op staat, weet ik nog niet eigenlijk. Belangrijk ding is, er is al een andere geweest. Dit is de geüpdate versie, ja. Zeg maar. Dus hierbij kan je ook, misschien is de plus wel dat je met USB ook telefoons kan opladen. Want dat kon die vorige versie niet. Nee. Dat was alleen een lamp. En die was Wakka Light inderdaad. Volgens mij iets van €30. Maar dit is wel, ik zag het toch nog best stevig prijs, hè? €70. Maar heb je nou al verteld wat het is? Nee. Dat moet je even doen. En dat is het mooie hiervan. Dit is ook volgens mij verbeterd. Een gedeelte met zonnecellen. En dan laad je je batterij op hierin. En daar kan je dus of via USB. En ik kan misschien eventjes laten zien aan de zijkant met de camera. Of via USB iets opladen. Of, en dan krijgen we dit. En dan moet je hem langer indrukken. Dan krijgen we enorme felle lichtbundels. Heb jij er al een beetje mee? Ik neem altijd mee naar Texel, waar ik een strandhuisje heb zonder elektriciteit. Oh, echt waar, joh? Dus dan is het belangrijk als het donker wordt dan toch ook nog iets te kunnen zien. En gelijk extra voeding voor je telefoon nu dus. Ja, klopt. Maar goed, ik heb ook geen bereik voor de telefoon. Dus in die zin, dat maakt me in dit geval niet zoveel uit. Nee, ja. Ik ben een groot fan van... Nou zijn er natuurlijk, want we hebben zelfs in de eerste uitzending hebben we meer van dit soort dingen gehad. Want je hebt heel veel van die zonnecel met een accu erin en dat je iPad kan opladen. Die heb ik toen getest. Na 24 uur was dat ding nog niet opgeladen. Dus ik kon daar heel weinig mee. Dat is het speciale van die Wakka Wakka. Hij heeft een bepaalde techniek, bepaalde chips zitten erin, waardoor die met heel weinig licht dus snel kan opladen. Ja, kan snel opladen en gaat ontzettend lang mee. Ik heb nog dat opladen doet hij natuurlijk gewoon buiten. Dus ik zet hem ook thuis hier in Amsterdam weer voor het raam. Ja. En laat vanzelf op. Dus hij is altijd opgeladen als ik wegga. En ik heb nog niet meegemaakt dat hij helemaal leeg was. Dat hij helemaal leeg was. Nee. Wat ik wel een hele leuke feature vond, en dat had hij vorige volgens mij niet, is dat hij aan de andere kant nog een USB-aansluiting heeft. Is dat je hem kan opladen met USB. Dat als je zegt van nou, ik heb hem echt over een paar uur nodig en hij is helemaal leeg, dus ik kan niet wachten. En het is donker, dan kan je hem gewoon 's nachts in de oplader zetten. Ja. En dan, klopt, het is nieuw. Dus zat er toen nog niet bij. En dat zijn ook wel dingen dat moet helemaal gereguleerd worden door toch een klein, ik denk DSP-chip of weet ik wat of zoiets. Dus vandaar de prijs. Denk ik. Ja, en natuurlijk een heel belangrijk ding ervan is, dit is ooit opgezet met het idee dat er betaalbare verlichting moet komen, zeg maar, voor bijvoorbeeld Afrikaanse landen, waar ze dat niet of nauwelijks hebben, zodat kinderen beter en makkelijker hun huiswerk kunnen doen, zodat er minder met vuur en weet ik wel. Kerosinelampen die ze normaal gebruiken inderdaad. Ja. En dus wat je nu doet, als jij er eentje koopt, dan gaat er ook eentje in dit geval naar Haiti. Is dat nog steeds zo inderdaad? Ja. Dus je kan sowieso... Dus de eerste lichting is recent naar Haiti gegaan. En op de site van Wakka Wakka vind je ook een prachtige foto waar een stuk of 40 mensen met de gele Wakka Wakka in hun handen zitten. Daar. Ja, en ik zat nog te denken, misschien moeten we een keer een winactie doen. Maar bij dit vond ik dat juist weer niet geslaagd. Ik zei van, dit moet je vooral kopen, want je steunt daar gelijk mee. Er wordt er eentje gedoneerd. We hebben nog wel wat codes voor 15% korting. Dus @Sandertje of @FastMoving is het, dacht ik. Hè? Dan laat eventjes weten als je graag gebruik van wil maken. En anders zetten we het nog wel in de show notes neer, dat je dat kan doen. Dus de Wakka Wakka, hij heeft een nieuw design gekregen. We hebben een speciaal tasje erbij gekregen. Ja, ook heel slim. Het staat op Limited Crowdfunding Edition. Is toch leuk, hè? Het zijn die kleine dingen die het mooi maken. Want dat is weer gebeurd. Ze hebben alle twee die projecten zijn met crowdfunding tot stand gekomen. Ja. Dus voor financiering vanuit het publiek. Kan jij zeggen waarom die tweede keer ook gedaan is via crowdfunding? Want je zou zeggen, de eerste keer was heel geslaagd. Ze hebben ook allemaal prijzen gewonnen. Ze hebben subsidies gekregen. Waarom zouden ze toch nog weer met crowdfunding verder zijn gegaan?
Nou ja, crowdfunding heeft natuurlijk een aantal dingen dat het mooi maakt. A, je hoeft niet naar een bank of naar een investeerder beginkapitaal te hebben. B, wat je eigenlijk aan het doen bent, is je kweekt ambassadeurs. Want dat zie je ook gebeuren. Hè. Mensen vinden het leuk zoals wij. En dat we mee hebben gedaan, dat we dit mede mogelijk hebben gemaakt, praten er weer over. Dus ja, je marketing heb je op een heel eenvoudige manier eigenlijk voor elkaar. En het zorgt ook altijd voor veel publiciteit. Dus ik denk dat die combinatie ervoor heeft gezorgd dat zij het gewoon nog een keertje gedaan hebben. Ja. Nou, hartstikke slim. Nou, en het heeft gewerkt, want ze hadden het echt binnen no time hadden ze een target binnen. Dus de wakka-wakka. Iets anders wat gisteren is aangekondigd is Napstar. En dan de versie, de Napstar radio stream versie voor Nederland. Dat was eigenlijk een van de laatste landen waar dat nog niet te krijgen was. Amerika heeft Napstar. Er zijn daar nog veel meer streamingmogelijkheden, zoals tegenwoordig ook Spotify. Maar dat is heel lang niet geweest in Amerika. Rhapsody, Grooveshark, ik weet niet, kan je er nog eentje zeggen? Pandora. Radio. Ja, RDO. Heel veel streamingmogelijkheden. Nou, Google Play is daar tegenwoordig. Want dat schijnt dat Apple nu bijna eindelijk met iRadio, ja, dat het eraan komt. Wat ik mij afvroeg, en ik kan er een klein stukje van laten zien, want ik heb hem hier staan. Dit is dan de iPhone-app. Trouwens, ik vind het lijkt wel of de iPad-app is, maar dan voor iPhone omgezet of zo. Je krijgt de eerste krijg je maar een paar fragmentjes te zien en dan moet je er gelijk al zo doorheen. Dus je ziet weinig op het scherm. Ze hadden dat qua verhouding wel wat anders mogen doen. En natuurlijk de mogelijkheden om dingen op te zoeken. De hoeveelheid muziek die erin zit is 18 miljoen stuks. Is ongeveer hetzelfde als Spotify. Ik heb er wat dingen opgezocht. De dingen die ik niet kon vinden op Spotify kon ik hier natuurlijk ook weer niet vinden. De dingen die je wel kon vinden. Meeste hier wel Marco Borsato, 2 albums. En dan bij Spotify staan er gelijk een stuk of 20 of zo. Of in ieder geval al zijn albums. Dus dat zal langzaam nog moeten opbouwen. Alles ook nog Engelstalig. Want ze zeggen we zijn nu in Nederland uit. Maar geen Nederlandse versie zie ik van de app. Ook niet in de webbrowser. Dat is een groot verschil met Spotify. Je kan hem in je webbrowser openen. Dat kan niet. Ja, Spotify heeft altijd de app voor. Wordt ondersteund bij Sonos. Dus dat hebben ze dan wel weer voor. Maar ik was wel benieuwd naar jou. Snap jij nou waarom er nou nog... Heeft het nou nog zin, nu Spotify er al is, om weer met zoveelste streamingdienst uit te komen? Stel ik had geld en ik was investeerder, zou het niet het eerste zijn waar ik in zou investeren. Nee, ben ik met je eens. En het is natuurlijk ook een hele lastige business. Ook voor Spotify namelijk. Want je bent eigenlijk 100% afhankelijk van die rechten. Hè? Dus ja, je moet steeds weer terug naar de platenmaatschappij om je dingen gedaan te krijgen. Onderhandelen, inderdaad allemaal. En Spotify is heel erg succesvol. Maar echt goed geld verdienen doen ze daar ook nog. Nee, nog steeds niet inderdaad. Nog steeds niet. Dus waarom andere partijen dat nou interessant vinden om nou toch weer dit te gaan doen? Het moet eerlijk zeggen, de kwaliteit van de stream is ook nog een stukje minder. Ik heb ze even gisteren zitten vergelijken. 192 kb WMA is dit volgens mij. En Spotify is 320 kb ook voorbest. Dat klinkt heel goed. Ik had zoiets van, er is nog niks dat ik zeg van, tientje per maand, precies hetzelfde. Dus ik zie weinig voordelen om over te stappen. Nee, kijk, wat je ziet in diensten als RDO zijn sterker in hun sociale elementen. Bijvoorbeeld als je het vergelijkt met Spotify. Maar jij hebt hier nog geen specifiek element gevonden waarvan je dacht... Nee, je hebt ook van die radiostations, maar die kan je dan zelf aanmaken. In feite de ook weer playlistjes van anderen, maar de apps of zo die je bij Spotify hebt en ook op de in het programma zelf, dat heb je hier ook niet in zitten. Nou goed, je hebt me overtuigd, ja. Ik ga nog niet over. Je kan in ieder geval je mag hem een maandje uitproberen. Okay. Er is een code en dan kan je 30 dagen kan je hem dan en op je website en op je iPhone uitproberen. Als die 30 dagen om zijn, wordt het een tientje per maand, kan je de app niet meer gebruiken en volgens mij kan je dan nog wel met wat reclames kan je hem dan nog op de website beluisteren. Napstar in Nederland dus. Maar gaan wij over naar de iets leukere dingen. De gadgets. En de eerste die is weer van Kickstarter volgens mij ook. Ja. Twine. Ja, vertel. Ik raakte een beetje gegrepen door Twine, door dit kastje, door het verhaal eromheen. Die Internet of Things is een belangrijke trend die aan de gang is. Die betekent dat het internet eigenlijk steeds meer ook aan fysieke spullen gekoppeld wordt. Hè. Ja. Auto's worden natuurlijk steeds meer connected, maar het geldt op veel fronten. En deze heren die dit bedacht hebben kwamen met het verhaal van ja, zou het niet mooi zijn
als je een apparaatje als dit, waar je allerlei sensoren in stopt en je dat kan koppelen aan het internet en je dan zeg maar als eigenaar, als gebruiker, zonder technische kennis, daarmee aan de gang te gaan. Ja. If This Then That is een site op internet waar je op een eenvoudige manier kan zeggen van als er een foto geüpload is naar Instagram, dan stuur een mailtje daar naartoe, verwerkt in dat programma. Ja. Knoop daarmee diensten aan elkaar. Dat kun je hier ook in doen. Ik heb hier twee sensoren in zitten. De ene sensor reageert op trillingen. En de andere is een thermometer. Oké. Okay. En ik heb ook nog een klein magneet dingetje. Wat ik daarmee kan doen is bijvoorbeeld, stel ik plak deze op mijn deur. Ja. En ik heb een heel groot huis, zeg maar, stel. en er wordt op de deur geklopt, dan kan ik instellen als de trilling hoger dan dit niveau bepaalde is. Bepaalde waarde is, ja. Ja, dan stuur me een sms of stuur me een mailtje of stuur me een berichtje via Twitter. Hetzelfde kan je natuurlijk voorstellen, stel dat je een kelder hebt die af en toe vochtig is, heel vochtig is en slecht, dan kan je ook zo'n sensor in hebben die zegt als de vochtigheidsgraad boven dit niveau gaat, laten we dan eventjes weten. En dat geldt hier natuurlijk voor, als je kan je voorstellen, als je deze op je deur plakt, kan je koelkast zijn of kan je voordeur zijn, hè, en je koelkast is per ongeluk open blijven staan. Ja. Hè, en dan kan je tegen hem zeggen, daar een magneet op doet, als zeg maar die meer dan 3 seconden of zoiets, of meer dan zoveel seconden niet meer opstaat, dan moet je een signaaltje krijgen. We hebben volgens mij een filmpje met een paar mogelijkheden hoe de makers het zien dat je het gaat gebruiken. Twine is the simplest way to connect stuff to the internet. It's a durable 2.5-inch square that listens to its environment and relays what it senses over Wi-Fi. It runs for months on batteries. Sensors to detect vibration and temperature are built in. You can also plug in other sensors, like a moisture sensor, or a magnetic switch. If you're more adventurous, you can plug in your own analog or digital inputs with the breakout board. Twine can tell you what your sensors are saying using SMS, Twitter, and email. Or for more control, hook it into your code with HTTP. Ja, dus in feite kun je alles zelf instellen, maar via het programma van hun. Want jij zei net, if this is that, then that. Dat is ook zo'n losse website. Kun je die daar ook bij gebruiken? Of is het op dit moment niet. Ik sluit niet uit dat dat wel gebeurt, hoor. Maar op dit moment is het via hun site. En je kiest ervoor van waar wil je iets mee doen? Ja. Waar wil je? Lekker eventjes. Dat kan je, is dat open source? Mag je iedereen daar ook dingen voor schrijven ook? Volgens mij nog niet. Het zou best kunnen dat er komt. Of dat ze eerst controle willen houden over de eerste producten. Maar dit zijn de voorbeelden die ik nu zelf heb. En je kan, even kijken, volgens mij is je kunt hem ook gewoon via Amazon kopen. Je kunt hem via hun site kopen. Ik zat nog eventjes te kijken wat hij mij nu gekost had. Want als het goed is, krijg je het goedkoper via Kickstarter. Als je de eerste keer Kickstarter koopt. En ik heb er $125 voor betaald. Oeh, ja. En volgens mij ben je voor iets vergelijkbaars nu $160, dacht ik, kwijt. En het totale pakket, dan heb je alle sensoren. Ja. Want er zijn, ik heb niet het totale pakket. Dan betaal je volgens mij $199. En kan je alles aansluiten op dit ene kastje? Of moet je op een gegeven moment ook meerdere kastjes hebben? Voor dit is wat ze nu hebben, kan allemaal in één kastje. Dus je kan zeggen, als de temperatuur boven dit is, maar zo de vochtigheid loopt zo iemand hard rond. Dat het trilt en de deur wordt opengedaan. Dan gaat dan een liedje zingen. Ja. Speel dan een liedje af. Maak dan een foto, ja. Nou ja, dit is natuurlijk, het opent wel heel veel wegen. En vooral omdat het natuurlijk zelf te programmeren is. Want er zijn best wel wat beveiligingssystemen waar je ook sensoren hebt. Maar dan zit je helemaal in dat systeem van hun. Dat is het leuke hiervan. Ja. En je moet dit natuurlijk eigenlijk zien als een eerste voorbeeld. Hè. Dat is het aantrekkelijke hiervan. En dan wat kunnen we straks wel niet allemaal, hè, met andere mogelijkheden die er zijn. Dus zij laten zien dat deze toekomst eraan zit te komen. En je zou kunnen zeggen, het is voor ons hier nu in mijn huishouden, is het een beetje een gimmick natuurlijk. Het is niet van levensbelang voor mij. Maar dit is wel een van die voorbeelden dat internet of things aan zit te komen en dat alles meer en meer connected raakt. Oké. Okay. Nou, te gek. We zullen een link erbij plaatsen, want ze zijn nu gewoon weer los te bestellen. En we gokken op zo'n $125, denk ik. Dat zal zijn. Maar dat zullen we ook nog erbij plaatsen. Ander geval is de Harmony Logitech Remote. Dat is al iets wat een poos op de markt is. Ik denk al zo'n ruim 10 jaar. Het was trouwens een heel klein bedrijfje begonnen. Dat hoorde ik altijd bij Mac. Niet Mac Break Weekly, maar je had zo'n Mac-programma.
Die hebben toen een remote opgezet die je met je USB kon aansluiten aan je computer. Daar staat een database van iets van 40.000 apparaten in. En je kan dan zeggen van nou, ik heb dat en dat apparaat. Heel slim eigenlijk. Dat zet je dan in die remote en die bedient dan je apparatuur. Ja. Zo is het begonnen eigenlijk. Logitech heeft dat opgekocht en dacht we gaan dat uitbreiden. Een universele afstandsbediening om alles in één keer te bedienen. Het voordeel, dat zou te zijn, want ik vind het nog... Ik zit er nog steeds mee te vechten, al jaren. En dit ik kan het nu... zeggen, want de keer dat ik het geprobeerd heb... was het toch eigenlijk altijd net niet. Ik ben blij dat je het zegt. Want ik lees altijd van die reviews dat iedereen super enthousiast is. Ja. En ik denk, het grootste voordeel zou moeten zijn die macro's. Waarbij je, en je kan heel ver programmeren. Hetzelfde dat je zegt, je doet de tv aan, dan moet je 8 seconden wachten. Dan moet je bij het volgende apparaat dit aan doen. Dan moet je die input kiezen. Dan wil ik graag dat je 3 keer deze knop activeert. Je kan echt alles aangeven. En dat krijg je te zien als, en ik weet niet of het... hier een beetje naar voren is te komen. Als, kijk, dan staat er tv kijken of mediabestand. Dat is gewoon een functie die je kan aanzoen. Als ik hem aandruk, tv kijken, dan wordt er alles, zou er aan moeten gaan. En dan hoef je alleen maar met 1 afstandsbediening. Kijk, ik kan hier zelf zeggen, dat is wel mooi gedaan, want het is touch-sensitive geworden. Dan kan je zelf zeggen, ik wil graag nu naar RTL 7 kijken. Dat is het knopje. En dat, dan zou je dat in één keer moeten zien. Het nadeel is, als je gegeven moment je setup groter wordt en er staat dan een apparaat aan. Wat ik dan doe, dan zet ik dit aan en dan zet hij dat apparaat eruit en dan zet hij de rest allemaal weer aan. Dus dan moet ik de afstandsbediening weer pakken. Of dan ga je hier naar een helpfunctie en dan zegt hij van, is het gelukt? Nee. Wat is niet gelukt? Nou, dit apparaat. En voordat je, dan ben je al een half uur verder. Dit is volgens mij een industrie die goed loopt op de belofte, maar hem slechts beperkt nog steeds maar waar maakt. Ja. Er zijn in deze versie, want dat noemen ze dan de Ultimate. Hier zijn een paar nieuwe dingen in die het wel een stukje beter maken. Dat touchgedeelte is het niet echt. Want je kan een klein minuutje naar boven laten komen. En dan kan je nu ook swipen. Dus als je zegt, ik wil naar het volgende kanaal en zo op je tv. Het is leuk gevonden, maar ja, je doet het net zo goed op die knopjes. Sterker nog, wat vervelend is van dit touchscreen, zodra je hier iets drukt, dan kom je vaak met je duim op de homebutton en zit je weer bij het begin. Dus dan moet je weer terug. Als je nu ook naar een apparaat toe wil, moet je eerst een tussenmenu. Dan druk ik nog een keertje op apparaten en dan kan je er pas naartoe. En dan ga je verbinding maken en dan kan je pas wat dingen indrukken. En die anderen hadden meer toetsen. Dus dan kon je eigenlijk veel sneller nog naar dat apparaat toe. Ja, maar ze zagen ook wel daarmee heel erg groot uit over. Ja, dat is waar. Dus hij is compacter. Wat is nou het mooie geworden? Ze hebben een kleine unit ertussen. Een hub. Die hub die is via wifi verbonden. Dus via het systeem. Deze werkt nu ook met radiografisch eigenlijk. En niet meer via infrarood. Dus je zet dit in je kast. Je krijgt er een kleine sensor bij, of 2 zelfs. Dat zijn twee hele kleine knopjes die je gewoon neer kan zetten in de kast of bovenop je kast. En die zenden het infrarode signaal uit. Dus je kan die kastdeur dicht laten. En alles wat zeg maar daarin staat, dat catcht via die deur. Dus dan kan je dat in één keer kan je dat bereiken. En omdat het nou via wifi is, hebben ze ook een app erbij gemaakt. Nou, om een beetje een idee te geven hoe die eruit ziet, krijg je dus zoiets te zien. En daar kan je ook weer gewoon zeggen, ik wil apparaat kiezen. Ik wil, nou, hier zie je mijn spullen allemaal staan. Ik wil naar mijn Humrox DVD-R. En daar zie je ook weer alle functies erbij staan. Je kan ook weer hetzelfde als met die afstandsbediening zeggen, ik wil nu tv kijken. En dan geeft hij ook weer zo'n swipe mogelijkheid. En ook weer al je favorieten. Dus iedereen in het gezin, zeg maar. Je kan 4 van die dingen aansluiten. Volgens mij tot 10 zelfs. En je kan allemaal je bediening hetzelfde laten lopen. Plus dat hij ook nog een keertje Bluetooth is. Dus apparaten als een PlayStation 3 en een Wii U. Die pakt hij nu ook allemaal mee met 1 afstandsbediening. Komen gelijk bij het nadeel. Ik zie elk voordeel even is een nadeel. Omdat het infrarood vervallen is, moet dus je kastdeur dichtstaan. Dus als jij denkt van ik wil nog eventjes wat veranderen of zo, en ik richt erop. En je kastdeur staat open, werkt niets meer. Apart. Dus je moet eerst alles doen, dicht doen. En dan maar denken, nou ik hoop dat dat apparaat aan is gegaan. En dan zit je te toetsen. Nee, hij doet het niet. Loop je naar je kast, doe je open. Oh, hij staat uit. Dus dan moet ik hem weer dicht doen om weer aan te zetten. Zou hij nog aan zijn? Kastdeur weer open. Zo gaat dat bij mij op dit moment. Ja. Dus ik hoop dat ik andere reviews tegenkom van het gaat beter. Ik vind het wel de beste tot nu toe, maar voor 2,69... Laat ik hem nog even aan me voorbij gaan. Wordt vervolgd, zou ik zeggen.
Met deze Harmony gaan we er gelijk uit. Dit was Moskou nummer 27. Bedankt voor het kijken. En als je nog wat meer wil volgen van de gadgets en de dingen die we ook af en toe weggeven qua gadgets, zou ik zeggen @fastmoving en @Sandertje, fastmovingtargets.nl, stuf.tv, stufnederland.tv. We zetten het allemaal in de show notes. Dit was Moskou. Tot gauw.